Adrie van der Poel, de UCI heeft een aantal hervormingen aangekondigd voor het veldrijden komend jaar. Wat vind jij ervan? Tot op heden kan ik eigenlijk alleen maar zeggen dat ik er niet kapot van ben. Omdat we nog niet weten wat het gaat inhouden. Wat het voor gevolgen heeft voor de wereldbeker zelf. Maar wat het vooral gevolgen heeft voor de andere klassementen en andere losse koersen. Is dat een spijtige zaak dat we nog zo in onzekerheid zitten? Nou, ik denk dat het vooral naar organisatoren heel moeilijk wordt. Moeilijk is, omdat het seizoen is bijna ten einde. De meesten zijn nu al volop bezig voor volgend jaar. En je weet eigenlijk nog niet waaraan waaraf. Dus dat is eigenlijk wel een heel moeilijk punt. We weten niet of we op dezelfde datums blijven zitten. Ik denk dat er heel veel organisatoren zijn. En als ik dan gewoon naar de grote prijs kijk van mezelf. Andere datum is bijna uitgesloten. Of het zou een week vroeger moeten zijn. Maar bijvoorbeeld in oktober gaan zitten is voor ons absoluut geen optie. Dus dat zijn allemaal wel dingetjes die meespelen daarbij. Bij ons speelt dat wij heel veel contracten hebben lopen voor 2, 3 en 4 jaar. Dus dan wordt het dan moeilijk om concurrerende partijen te accepteren van bijvoorbeeld Flanders Classics die het hier meeneemt. Dus voor mij zou wat meer duidelijkheid mogen komen. Zoon David is een van de renners die vaak een andere cross meepakt in het buitenland, zoals in Zwitserland bijvoorbeeld gisteren. Wat voor gevolgen heeft het voor zo'n programma dat misschien niet via de gebaande wegen gaat? Ja, nou ja, we weten wat er allemaal gebeurd is. Dat de UCI de reglementering heel snel heeft veranderd naar de wereldbeker toe. Van als je startvolgorde wereldbeker is ook het klassement van de wereldbeker. Omdat Mathieu aangegeven heeft van Amerika zie ik dus helemaal niet zitten. Ook Wout van Aert gaat dat denk ik in de toekomst niet meer doen. Dus dan doe je al de twee matadoren, de twee publiekstrekkers, die doe je al gigantisch in het nadeel stellen. Daarbij komt ook nog van de wereldbeker veldrijden is 50 à 100.000 euro duurder geworden. Terwijl het geld helemaal niet naar de renners gaat. Of naar de organisatie er iets van terugziet. Dus ik zeg al, er zijn nog zoveel punten onduidelijk hoe het eigenlijk volgend jaar gaat uitzien. Waar blijft dat geld dan als vraag maar? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik bedoel, natuurlijk, de UCI heeft het verkocht aan Flanders Classic voor heel veel geld. Flanders Classic, wat een bedrijf is, zal dat natuurlijk ook proberen winstgevend te maken, wat ook een groot recht is. Maar het is gewoon, je moet eerlijk zijn, als de startgelden betaald worden in een C1 en je hebt dan ook je prijzengeld nog. En je weet dat je naar de wereldbeker moet met waar je met heel veel kosten zit, waar het prijzengeld gewoon goed is, maar toch is niet veel beter als een C1. Maar dat je geen startgeld hebt, dan denk ik dat toch een aantal renners gaan kiezen voor de kleinere crossen. Slotvraag. Uit onze informatie zou blijken dat Hogerheide en Hulst in ieder geval zeker zijn van een wereldbekermarge volgend jaar. Ja, wij hebben in ieder geval onze kandidatuur gesteld. Die is ook denk ik elk jaar tip-top in orde. Daar ken ik onze mensen voor die dat doen. Ik denk dat er heel weinig ontbreekt. Tuurlijk willen wij wereldbeker blijven. Wij kunnen het financieel denk ik nog wel behappen. Maar het moet niet veel gekker worden. Want ik zeg al, afgelopen jaar is er 30.000 euro bijgekomen voor naar de dames te gaan. Er komt nu nog eens 100.000 bij. Wil je het volledige programma gaan rijden? Dus dat is best veel geld. Anderzijds zijn wij een klein beetje verplicht om het door te doen, omdat wij in 2023 zitten wij met het WK. Wat we hopelijk weer tot een heel mooi sportevent in het Brabantse kunnen brengen. Dus voor ons is het eigenlijk wel een must dat wij de komende paar jaar nog wel wereldbeker zijn. Maar ik denk wel dat we het ook een kans moeten geven. Maar dat zoals het idee er nu zit van 14 tot 16 met 8 in België, denk ik dat je alleen nog maar een land als België nog sterker gaat maken. Want die zitten met de minste onkosten, de minste reiskosten, met de meeste renners die het dichtst erbij wonen. En ik denk dat we toch moeten voorzichtig zijn met hetgeen wat in andere landen afspeelt. En uiteindelijk in Spanje heeft maar 2 goede crossers. Zwitserland heeft maar 1 goede crosser. Maar er zit wel wat jeugd aan te komen. Tsjechië is het wat moeilijker. Maar dat zijn toch eigenlijk de traditionele landen waar het dan het klein beetje wat er dan nog naar de top doorstroomt, dat moeten we wel proberen zo te houden.